vrijdag 7 augustus 2020 heeft president Santokki gesprekken gehad met verschillende vakbondsleiders. We praten met twee van de vakbondsleiders en ook met de president hierover. Meneer Berestein, op vrijdag 7 augustus zijn er gesprekken geweest met verschillende vakbonden. En de president van de Republiek Suriname, C47, was een van de vakbonden. Hoe is het gesprek gegaan met de president? Nou, laat me dus eigenlijk alvast een conclusie beginnen te trekken. Het was een goed gesprek. In principe was het een kennismakingsbezoek. Maar we hebben natuurlijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om alle actuele issues met de president te bespreken. Een van die issues is natuurlijk de kwestie met betrekking tot die solidariteitsheffing. En we hebben daar het een en ander al over gezegd. We hebben de president daarover geschreven. En kijk, er waren een aantal bezwaren hebben vastgelegd. Een van de zaken was dus dat, zoals het zo wordt toegepast, gaan met name de lage lonen er ook de dupe van worden. Dat is enerzijds wat we hebben vastgelegd. Een tweede ding dat we hebben aangegeven als bezwaar, was dus het gebrek aan overleg vooraf hierover. Weet je? C47 heeft in het schrijven aan de president aangegeven van kijk, we zijn al langer dan 10 jaar met dit onderwerp bezig. Dus er is de nodige kennis en ervaring hierover. Ja, dat is 1-2 zeggen we. Wil je draagvlak hebben, dan moet je vooraf overleg hebben. Want het gaat om heel ingrijpende maatregelen. En je moet draagvlak ervoor hebben. Ja. Dus die zaken, die hebben we dus, daarvan hebben we gelegenheid gekregen. Het toe te lichten. En we mogen dus aangeven hoor, dus dat er afspraken zijn gemaakt voor verder overleg hierover. Ja. Om te komen tot een gezamenlijk gedragen besluit. Meneer Narendorp, vrijdag 7 augustus hebben de vakbonden gesprekken gehad met de president van de Republiek Suriname. U was daar ook bij. Hoe zijn deze gesprekken verlopen? Nou, ik was in C47 verband samen met de VAL. Nou, we hebben een heel goed gesprek gehad na de kennismaking. Is er dus toen wat informatie verstrekt over de situatie in Suriname. Vele van de zaken waren wij daarvan op de hoogte. Maar daarnaast zijn er ook nieuwe zaken aan ons kenbaar gemaakt. Verder hebben we gesproken over dus de participatie van vakbonden binnen de Raad van Vakcommissarissen. Dat hebben wij dus als C47-val hebben wij aan de orde gesteld. Dan hebben we verder gesproken over de welbekende invoering van dus die solidariteitsheffing. Wij hebben dus de president geschreven nadat wij dus gelezen hadden dat 10% zou worden ingehouden van de hoogste groepen. Wij zijn dus nagegaan welke groepen op dit moment behoren tot de hoogste groepen. En we hebben daarnaast ook nog een presentatie gehad van een fiscaliste, econoom. En het bleek dus dat we dus het niet mis hadden. We hebben dus toen aan de hand van de informatie, maar ook onze eigen informatie, zijn we dus tot de conclusie gekomen dus dat het niet zo is zoals in de gemeenschap is gebracht, alsof de hoogste mensen in de hoogste groepen, dat die alleen zouden betalen. Als we dus nagaan de loongroepen vandaag aan de dag, die niet eerder zijn aangepast,
waar we dus al jaren over hebben gesproken, over aanpassen van de schijven, dan zou blijken dat mensen van rond de 2000-2500 ook zouden behoren tot de hoogste groepen. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dus dat de president duidelijk heeft aangegeven dus dat na dat de zaak verder is bekeken, inderdaad blijkt dus dat er mensen dus die eigenlijk van wie het niet de bedoeling was dat ze dus ook in aanmerking zouden komen, dat die groepen dan onterecht eigenlijk daarin geplaatst zijn. We hebben afgesproken dat eerst de schijven zullen worden aangepast en dat er daarna eigenlijk gekeken zal worden welke groepen dus eigenlijk die heffing zou moeten betalen. De vakbonden zijn uitgenodigd gisteren. De vakcentrale, Rafaxuur, C47 hebben we gehad, we hebben VAL gehad, we hebben ALS, BVL gehad, we hebben VOS gehad, we hebben Surinaamse politiebond gehad, we hebben douanebond gehad. Kortom, alle grote bonden. En het doel is geweest in kennismaking met de verschillende besturen van de vakbonden. Tweede is namelijk hun te informeren over de stand van zaken waar je als land verkeren. Met name over de financiële crisis. De derde is namelijk om hun het pakket aan maatregelen wat wij als regering voornemen zijn uit te voeren. Met hun te bediscussiëren, overleg te voeren. Er was hier en daar was ruis ontstaan over bijvoorbeeld solidariteitsheffing. Dat het voor elke burger zou gelden. Nee, het is alleen voor de kopgroep. De hoge inkomensklasse en daaronder vindt er ook verlaging van die belastingsgeven plaats, waardoor de inkomensklasses daaronder ook minder belasting gaan betalen. Er zijn nog meer van de maatregelen waarvan wij zeggen als regering, voordat je het uitvoert, laten we ook overleg plegen met de vakbonden. En ze hebben het op prijs gesteld en de afspraak is dat we komende week nu werkoverleg gaan hebben met een team van ministers en de besturen, zodat we voor alle issues kunnen bespreken van de regering, van de crisismaatregelen, maar tegelijkertijd de issues kunnen bespreken die de vakbonden zelf hebben en die ze al besproken hadden met de vorige regering. Zaken die pending zijn, zaken die vastgelegd zijn, zaken die nog niet afgerond zijn. Het is goed dat je een helder beeld krijgt waar we staan als regering met de vakbonden. En het is goed dat de vakbonden ook weten van ons welke de maatregelen zijn. En heel goed was het dat de vakbonden ook aangegeven hebben dat ze ook modaliteiten hebben om die crisis te beheersen. Nou, zij gaan hun maatregelen presenteren, hun voorstellen van maatregelen. En dat is wat we nodig hebben in het land. Goed overleg, goede communicatie, goede beslissingen nemen met breed sociaal-maatschappelijk draagvlak.